Eerlijk, hoeveel derps hebben jullie gezien in andermans opnames die gewoon nooit gestraft zijn? Ik ga zorgen dat die gasten dus wel gestraft worden. Ja, wat kijkers van mijn kanaal, oftewel de Rotjoch. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom in het oh zo mooie Mindtopia. Ik sta nog steeds in mijn lege huis. Het is niet anders. IKEA is volgens mij ook dicht. Ik spreek die gasten nooit. En ik heb gewoon geen behoefte om hier iets neer te zetten. Want ik ga binnenkort misschien toch verhuizen naar een andere stad of zo. Maar dat is nog niet hier. Het is ergens het nieuwjaar pas. Dat jullie allemaal kijkers allemaal kunnen spelen op Mindtopia. Voor nu ga ik even kijken in mijn kist waar al de spullen die ik heb. Ik heb al mijn spullen hier neergelegd. Want. Ik heb geweldig, gigantisch goed nieuws. In de vorige episode, heb je die nog niet gezien, heb ik gesolliciteerd bij de politie van Mindtopia. Kijk zeker die episode even terug als je die weet, want ik heb daar een gesprek gehad met Danny Games, mijn politiechef op dat moment. Maar, op dat moment heb ik dus gesolliciteerd voor de politie, want ik wil heel graag bij de politie om natuurlijk macht te krijgen en natuurlijk hard te werken. Maar, ik heb heel goed nieuws. Ik ben aangenomen bij de politie! Yay! Applaus in de chat, even een duimpje omhoog als je het leuk vindt dat ik bij de politie ga. Want, ik ben vanaf nu fulltime politieagent voor Mindtopia. Ik werk nu 3 dagen. Ja, ik ben een proefperiode. Maar ik weet best wel zeker dat ik gewoon mag blijven. Want ik doe het echt vet goed. Ik heb... weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker naar het bureau vandaag met jullie. Naar het politiebureau. En dan ga ik kijken. Is mijn geld nog lekker in de chest? Ja hoor. En ik ga daar even een kijkje nemen inderdaad. Van hey jongens, hoe gaat mijn bureau? En hoe het gaat nu? Want ik kwam net nu bij de politiekorps. Dus dat is echt helemaal nieuw. En jullie weten hoe ik ben. Ik ben best wel iemand die iemand alles hard aanpakt. Keihard aan de bak gaat. En gewoon eigenlijk korte momenten te maken met bullshit. Want ik merkte gewoon zelf ook al dat de politie in Mindtopia niet zo heel denderend was. Ik bedoel, ze hebben helemaal niks doorgehad van Tinky Winky en Lala. Helemaal niks gewoon. En uiteindelijk was iemand anders meegekomen. Volgens mij was Marnik naar voren gekomen. Maar ze hebben helemaal niks door. Ze weten helemaal van niks. En het was een beetje een slap zooitje. Ik bedoel, er was diefstal. Er waren klachten. En bijvoorbeeld ook, ik had een aanklacht ingediend tegen Ik Bart toen. Want hij wou dat hij dus niet meer in mij in de buurt kwam. Een soort straatverbod had ik aangevraagd voor hem. 2 maanden geleden. Niks meer van gehoord, weet je. Ik ben politici daar naartoe gekomen. Bart staat gewoon nog steeds in mijn buurt. Het is allemaal uiteindelijk opgelost door onszelf, mij en Bart. Maar, ik bedoel, de politie heeft er helemaal niks aan gedaan. En dat is gewoon echt pure onzin. Want joh, daar ben je toch politie voor? Neem je mijn klachten niet serieus of zo? Laatst ook hadden ze dus gezeur met iemand die wou vluchten. En ze wist niet wat ze moesten doen. Uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, nou, heel simpel. Zeg dat die gast moet komen, anders is hij vluchter. En als hij vlucht, moet hij nog langer blijven zitten. Ik ben nu 2 dagen politieagent. Sinds de video ben ik agent. En ik heb ondertussen al 2 mensen opgesloten. Eentje voor een uurtje, eentje voor een dag. Omdat die gast gewoon... Eentje had een andere agent, Danny Games. Mijn chef had hij opgesloten in zijn huis. Als grapje. En hij vond dat hij niet in de gevangenis moest. Dus Danny van, ja oké, het was een grapje. Een grapje? Je hebt een ambtenaar in functie. Een politie heb je opgesloten in je huis. Dan moet je het echt een keer proberen. Lekker gewoon vragen van een agent bij je. Kom dan de deur op slot. We willen hem niet eruit laten. Kijk wat die agent dan doet, weet je wel, hè? Ja, goed, die wil dat oppakken en ik ga even laten zien hoe het allemaal in zijn werking ging. Kijk, hier staat nu het politiegebouw, eigenlijk het kantoor. Politie, ja, dan gaan we. Hier binnen in ieder geval, proefagent Rotjochi, dat ben ik. Ik ben dus proefagent, ik denk dat het wel gaat worden, gaat wel lukken, denk ik. Want ik heb namelijk ambitie om natuurlijk een chef te worden in een van de andere steden. Dat wil ik heel graag en uiteindelijk wil ik de baas worden van de FBI. Dat betekent dat ik echt heel hard omhoog moet werken. Ik begin onderaan de ladder, dus wel de politie normaal, proefpolitie. En dan ga ik richting een normale agent. Hoge agent natuurlijk, misschien notaris en misschien zelfs chef van Mindtopia. Uiteindelijk chef in een heel eigen department, een heel eigen plekje waar ik echt de baas ben. Maar, dit ruimtetje kennen we hier, mijn sollicitatie gehad en mijn aanklacht ingediend. Dit is de plek waar je eigenlijk je sollicitaties moet doen en waar je alles moet inleveren. Er komt iemand bij je toe, die gaat een klacht bij je indienen. En die laat je hem opschrijven, die persoon, van hey, mijn naam is dus bijvoorbeeld Sanne Pindakaas. En ik vind het heel irritant dat ik geslagen werd door de politieagent. En bladibladibla. Heel gezeur, heel gedoe. Signen. Helemaal goed. Dan zeg als agent, schrijf het op natuurlijk. Maak je natuurlijk gewoon een dossier van, een file van. Schrijf je op en dan zeg je heel goed, dat is het echt ook. Oké, bedankt in ieder geval dat je bent gekomen met je klacht. We gaan eraan werken. Nou, laat je diegene natuurlijk naar buiten toe netjes. Nou, helemaal goed naar buiten. Dan stop je die kist in lopende acties. Nou, die is toevallig nu, sinds ik er ben, helemaal leeg. Maar, eergisteren, vanmorgen trouwens alsnog, was dit helemaal vol. Echt helemaal vol met allemaal lopende acties. Als in, de politie heeft die zaken nog niet opgelost. Het kan gebeuren. Het kan altijd, weet je wel. Maar, dus we gaan kijken op een gegeven moment. Zag ik op een gegeven moment een klacht van mij naar Ik Bart toe. Dat was 2 maanden geleden.
En dat is nog steeds een lopende actie. Dus in 2 maanden tijd zijn ze niet naar mij toegekomen en niet naar Iqbart om het op te lossen. En zo waren er veel meer cases. Ook gedoe over bijvoorbeeld mensen die al lang op de server geband zijn. Over klachten over de verkiezingen die al 3 weken geleden afgelopen zijn. Ondertussen 2 weken geleden afgelopen zijn precies. Want de 10e, het is nu de 24e dat ik opneem. Dus joh, hè? Het liep voor geen meter. Ze deden eigenlijk veel te weinig. En totaal niet streng. Dus ik kwam erbij en ik zei van nou jongens, ik wil wel, want zo ben ik dan wel als persoon. Ik ben wel iemand die van aanpakken houdt. En ik heb een systeem bedacht. Het gaat nu als volgt. Echt een klacht, je neemt hem aan. Weet je wel, maar niet uit wie het doet. Ze komen gewoon bij jou klagen of ze gaan bijvoorbeeld naar de aangiftebox. We trouwens helemaal vergeten te checken. Ik ga het gewoon even doen. Hopelijk zit er iets in, dan kan ik het voorbeeld geven. Nou, je gaat kijken in de aangiftebox. Nou, er zit nu niks in. Nou goed, helaas pindakaas. Stel je voor, het gaat dus als volgt. Je komt hier en je krijgt een klacht binnen van iemand. Dan ga je die gewoon serieus aanpakken. En niet zo aan dat slappe hap wat ze altijd deden. Je komt binnen, huppakee, je gaat sluiven. Oké, bijvoorbeeld Sanne. Die zegt van, ik werd lastiggevallen, ik had pijn en ik ben geslagen, is geslagen door Bobby. Weet je wel? Hoppakee, Rotjochie, test. Rotjochie test. Nou, heel goed heb ik het aangenomen van diegene. Nou, ditgene, het boekje, gooi ik in de lopende acties, want dat moet natuurlijk geregeld worden. Plik je hem daarin. Helemaal goed. Nou, laat je diegene naar buiten, klaar. Ligt hij in die kist. Dat deden ze eerst ook, dat was hun oude tactiek. Maar nu ligt die shit in die kist. Het ligt dus nu hierin. Joh, maar wie gaat het doen? Ja, ik heb er geen zin in. Of die heeft er geen zin in. Ik heb het niet aangenomen, dus ga ik het niet doen. Het is geen serieus grapje, het is niet leuk om te doen. Dus mensen deden het helemaal niet. Dus ik heb iets verzonnen. Gewoon, de notaris. 1 persoon, in ons geval volgens mij is het Knives. Heb ik aangesteld, zolang eigenlijk Danny Games, maar ik. Zolang Heerdor nog niet is. Die komt binnen. Die gaat kijken elke dag, hier in de kist. Oh, hey, Rotjoch test. Gaan we kijken, gaat hij lezen wat aan de hand is bijvoorbeeld. Nou goed, Sanne Pindakaas is geslagen door Danny Games. En ze wil toch schadevergoeding, of ze wil even praten en zo, bladibladibla. Betekent dat hij bij Sanne moet langsgaan. Nou, dat kan natuurlijk Danny Games niet zelf doen. Nou, dan heeft hij bijvoorbeeld 6, 7 van die cases of zo. Loopt hij hier naar boven toe, want hierboven, wacht, deze ligt natuurlijk. Hierboven is namelijk iets wat ik gemaakt heb voor ons allemaal. Het zijn postvakken van de agenten. Je ziet allemaal postvakken bijvoorbeeld van mij, van Papa Warlord, van Rotjochie en van Ice Swords. Hij gaat kijken. Nou, ik vind het wel een leuk iets. Iets leuks voor bijvoorbeeld voor Dylan. Dan gaat hij in mijn postvak, die toevallig leeg is, want ik heb mijn case al gedaan. Flikkert hem erin met rechtermuisknop. Taf. Mooi. Zo gedaan, zo gezegd. En dan loopt hij gewoon rustig verder en deelt hij bij iedereen wat uit. Bij Danny Gaze, bij die en bij die. Gooit hij bij iedereen, gooit hij wat in zijn postvak in. Weet je wel? Van oké, jij als politieagent gaat deze 2 cases, deze 3 cases ga je oplossen. Klaar. Jij bent er verantwoordelijk voor. Ga het doen. Mooi. Nou, stel je voor, ik heb het dus gedaan, weet je wel. Mooi, ik ga kijken wat er is. Het is een klacht en het is van Sanne Pindakaas. Wat ga ik dus doen? Ik ga als agent, dat ga je ook in mijn video's binnenkort zien, als mensen dus inderdaad klachten hebben, of iets wat opgelost moet hebben, ga ik naar die mensen toe. Hey Sanne, wat is er gebeurd? Leg even uit. Maak daar weer een aandingen van. Ga ik het oplossen? Lukt het me niet, ga ik inderdaad zorgen dat het opgelost wordt via een andere agent. Maar dan ga ik wel voor de regelen. In ieder geval is dus even toegesproken weer van, hey, je weet dat we bezig zijn met je case. Dat je niet vergeten wordt. Nou, inderdaad, heb ik het gedaan? Is het afgelopen? Is het me allemaal gelukt? Dan ga ik hierin, flikker ik het lekker in de chest, weet je wel. Hey, klacht pandaatje. What the fuck? Oh, what the fuck? Hey, Rotjochie test. Ik zit extra klachten in net ingekomen. Van Friction. Die ga ik even moeten lossen, blijkbaar. Nou, Rotjochie test dan is doorgeslagen door Danny. Flikker ik die in de chest. Hopsakee, hatsaflats, done. Want dit betekent opgeloste zaken. Nou, dan komt uiteindelijk weer die Ice Swords erbij of iemand anders. En die gaat kijken. Pakt al die boekjes eruit. Hoppakee. En die gaat dan uiteindelijk, want het is allemaal opgelost. Gaat ze controleren of het inderdaad opgelost is. Dus ze gaat echt met mensen praten. En dan flikkert hij ze in het archief. Met opgeloste zaken. Hele oude zaken dit. Nou, dan flikkert hij erin. En klaar is Kees. Ook voor de burgemeester fijn om te zien dat de agenten goed bezig zijn. Dus dat is hoe het in zijn werking gaat. Als het doorgaat, als het goed vinden. Want als het goed gekeurd wordt door natuurlijk Heraton, die nu weg is. Maar voor nu werkt dat. Dan zie je dat iedereen hier wat cases heeft, die ze gewoon allemaal moeten oplossen. Op die manier gaan ze het moeten fixen allemaal. Dus even kijken hoor, Papa Warlord. Hé, waar is die van mij? Hier is die van mij. Rotjochie. Het pandaatje, volgens mij heb ik eentje van Papa Warlord gepakt. Of zoiets, maar niet uit. Ik vind het allemaal prima, het is allemaal goed. Uiteindelijk wordt het zo opgelost en zo gaat lekker elke politie gaat zijn taak kunnen uitvoeren op die manier. Maar. Zal ik natuurlijk ook in de gaten houden of mensen überhaupt wel hun taak doen. Want ik zie het Nice. Oké, hij heeft 2 aanklachten gedaan, hè. Kom ik overmorgen online, kom ik er terug. Hey, Nice heeft nog steeds 2 aanklachten staan. Dat betekent dat hij gewoon geen reet gedaan heeft. Dat hij dus geen goede agent is en gewoon niet zijn werk doet. Dat houdt in dat hij gewoon beter vervangen kan worden voor een ander. Als voorbeeld natuurlijk. Dat soort dingen gaan allemaal geregeld worden als ik tenminste de chef zou zijn.
Dat heb ik hier gevoerd nu. En het is goedgekeurd door de chef. Door Danny Games op het moment. Want Heraton, de echte politiechef, is er dus niet. En op die manier gaan we te werk bij de politie. Ik ben heel blij met mijn baan. Ik hoop dat jullie het ook heel vet vinden. Vind je het vet? Laat even weten beneden in de reacties. Laat meteen even een duimpje achter. Laat even zien inderdaad van... Hey Deel, ik steun je als politiechef. Dat vind ik namelijk heel cool dat je het bent. Of politieagent. Hopelijk word je chef. Wow, wie is dat dan? Hey, is Bjorn. We zitten aan elkaar te kijken. Toevallig. Maar als politieagent ga ik dus inderdaad kaart aan de bak. We gaan mensen aanpakken. Want, joh, ik zeg heel eerlijk. Er werd gewoon te slap opgetreden tegen mensen die de regels aan het overtreden waren. Mensen lopen over auto's heen van anderen. Geen boetes of zo, geen bekeuringen. Nee, joh. Ah, joh, ga lekker in iets anders auto staan. Dat vindt David heel irritant, weet je, zijn opnames. Hoeveel derps hebben jullie gezien in andermans opnames die gewoon nooit gestraft zijn? Ik ga zorgen dat die gasten dus wel gestraft worden. Hoe ga ik het doen? Gewoon heel simpel. Zie ik bijvoorbeeld, of zie jij bijvoorbeeld als Stevio zijnde, zie je Dropvater op de auto springen van Maaike. Hup, druk je gewoon op print screen. Had ze flats. Print screen, stuur hem met op Skype. Kijk eens wat Maaike gedaan heeft als bewijs zijnde, of als ik het zelf zie. Heel simpel, geef ik je een boete van €500. En die ga ik vragen of je wilt sturen. Als je het niet wilt doen, ga ik lekker naar de bank toe. En dan laat ik die gewoon lekker van je afstorten. Zo simpel is het, we gaan niet lopen kut op andere mensen gebouwen. Klaar, want dat willen ze niet. Sta je op iemands dak te durpen? Joh, sindsdien mag je in Nederland ook niet op iemands dak staan zomaar van een vreemde. Lijkt op poging tot inbraak, kunnen we daarvoor gaan zelfs. Ook heel simpel, €500 aftikken. Pam, 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 als boete. Aanpak die handel, zie je gewoon geen durps meer. Je mag durpen hoor, mag. Op eigen risico. En je mag natuurlijk ook wat durpen op een huis van een vriend van je als hij toestemming geeft. Stel je voor, hè, dan laat ik je eerst aftikken natuurlijk, weet je wel. Nou, Danny Games heeft dat gedaan. Gedurpt op het huis van Trebor. Trebor, was er niet. Nou, ik laat hem €500 betalen. Komt Trebor en zijn natuurlijk een hele deal, maar Danny Games is een vriend van mij. Hij mag gewoon op mijn huis, mag je staan als je het leuk vindt. Oké, nou, hier, heel mooi, krijg je je geld weer terug. Maar, het houdt wel in dat we gewoon mensen even knijterhard moeten aanpakken op de server. Want er wordt gewoon te veel gekloot, vooral als de server public wordt. Ook al met allemaal derps en dapies bij en idioten. Gewoon strak aanpakken. Het is tijd dat de politie in Mindtopia serieus genomen wordt. Want zoals onder andere Danny Games, dat zei hij toen ook in die video van mij vorige keer. Is hij opgesloten in iemands huis als grapje. Als grapje, hoe serieus word je dan genomen? Om volgende keer als mensen mij opsluiten, pak gewoon mijn wapenstokkie. Tik, 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 tik. Aanpakken die handel, oprotten. Ik heb geen tijd voor die bullshit, weet je. Je gaat geen politieagent opsluiten. Ben je helemaal gek geworden ofzo? Doe je toch niet? Ja, goed. Dat is eigenlijk mijn ding als politieagent. Ik ben er heel blij mee. Dus inderdaad, laat even weten met een like. En natuurlijk met een reactie op wat jij ervan vindt. Dat ik politieagent word en misschien zelfs chef wil worden. En uiteindelijk bij de FBI wil. Dus de hoogste pief worden in defensie. Het houdt wel in. Dat is wel iets kuts. Want ja, als ik bij de politie ben, moet ik wel helemaal gescreend worden. Dat ik misschien heel voorzichtig moet gaan doen met mijn Tinky Winky en Lala. Want ik heb wel gehoord dat de politieagenten... wij een beetje wel op het spoor waren. Dus ik moet wel een klein beetje opletten. Maar dat gaan jullie allemaal horen in de volgende video. Want dat is allemaal nog heel spannend. Alright, nou dan ben ik terug in mijn clubpie. In mijn club ga ik binnenkort weer een feest geven. Dat zeg ik al een paar keer. Maar ik ga me ook binnenkort verhuren aan iemand. Iemand wil een feest geven hier. Dan mag je huren van mij voor 5000. Is het voor één avond voor jou? 5000 is niet veel. Ze kunnen echt veel geld eraan verdienen. Dus win-win situatie. Ik krijg 5000 voor niks doen. En zij kunnen hier een vet feest geven. Dikke vette winst maken. Alright mensen, in ieder geval... dit was eigenlijk een beetje mijn verhaal als politieagent. Hopelijk vind je het hartstikke vet. Laat nogmaals eventjes een blauw duimpje achter omhoog. Kijken of we voor de 4000 duimpjes omhoog kunnen gaan. Laat even zien. Laat wat liefde zien. Kijk in deze video. Hoor je dit nog? Doe gewoon even een duimpje omhoog. Is 1 seconde werk. Zie ik jullie graag in de volgende video. Laat me weten wat je ervan vindt inderdaad. En ik zie jullie graag in de volgende. Mensen, dankjewel voor het kijken. Laat nogmaals wat zien. En natuurlijk, peace.